De tweedaagse regionale misdaadpreventieconferentie, georganiseerd door de Pan American Development Foundation, PADF, is gisteren afgesloten. Het thema van de vierde presentatie was The Voice of Youth, Discussions on Drugs, Violence and Adolescence, met als ondertitel Presenting the Issue of Youth Violence from the Perspective of Youth Themselves. Een van de sprekers was Regilio Harjopawiro, oprichter en directeur van Stichting Jongerenontwikkeling Suriname, JOSU. De stichting zet zich in om jongeren met een crimineel verleden te ontwikkelen tot sterke leiders. Waarom? Omdat als ik mezelf als voorbeeld mag gebruiken, jongeren met een crimineel verleden hebben veel potentie. Ze hebben talent en die talent en die potentie moet positief gebruikt worden. En als we die positief omzetten, gaat Suriname heel vooruit, gelooft u me. En onze missie is, we werken aan jongerengedrag, zodat ze bewust kunnen zijn dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van ons geliefde land Suriname. En onze doelen is het bevorderen van de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder voormalige jeugddelinquenten, ter stimulering van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de samenleving. En het ondersteunen van ouders of verzorgers bij de opvoeding van hun kinderen ter realisering van een echte gezinsband en verantwoord ouderschap. Ons eerste project was het rolmodelproject. Het is eigenlijk onze pilot. Want zoals ik het heb gezegd, we zijn vrij jong. Als ik het goed heb, zijn we er nu 6 maanden operationeel. En we moeten met iets beginnen. En waarom we ook het rolmodellenproject hebben gedaan, is omdat het rolmodel je inspireert, het integreert je en je ziet resultaten. Als ik mezelf weer als voorbeeld mag gebruiken, als ik naar scholen ga, als ik naar organisaties ga om motivatiegesprekken moet voeren, dan zie ik van dat ik mensen inspireer. Jongeren komen naar me toe en zeggen: meneer Gilly, ik wil het als jou zijn, ik wil ook veranderen. Fulger Isaias, lid van Fonsel Foundation Suriname, sprak over zijn activiteit, Community Dialogue, speciaal georganiseerd voor de buurtbewoners van Zorg en Hoop en Omgeving. Hij vertelt over een voorval dat zich voordeed tijdens deze criminaliteitspreventieactiviteit. Er werd door een van de bezoekers ingebroken in het voertuig van een andere deelnemer aan de activiteit. Volgens Isaias was het daarna bijna onmogelijk de activiteit voor te zetten. Uiteindelijk is het wel gelukt en konden de aanwezigen verder discussiëren over het onderwerp. Dit voorbeeld en het filmpje van Gilly laat eigenlijk zien dat wat jongeren nodig hebben een voorbeeld is. We hebben een voorbeeld nodig. Wij zitten van cel, de Community Dialogues, hebben we gewerkt met DR en RR-leden en de buurtmanager. Oké, wel even vertellen. De buurtmanager was aanwezig tijdens onze Community Dialogue. En toen ik hem voorstelde, ik had het genoeg om me voor te stellen, kieken wij ze echt zo van. De zorger op die van buurtmanager. En u bent de buurtmanager. Oké. Meneer, snapt u uw functie wel? Dus daar en daar werd duidelijk dat mensen eigenlijk niet op de hoogte zijn van het werk van een buurtmanager. En hij gaf eigenlijk gewoon toe van dat sinds december 2016 tot februari 2017 had hij 5 tot 6 inbraken per dag in Zorg en Hoop. Fulger Isaias, een van de sprekers tijdens de tweedaagse regionale misdaadpreventieconferentie georganiseerd door het PADF. De presentaties werden afgesloten met een paneldiscussie.